Goedemiddag, Henk. Hoe is het hier met de ratten? In de strak aangelegde tuin van meneer Meertens is goed te zien wat ratten allemaal kunnen veroorzaken. Hier hebben de ratten een gangenstelsel gegraven onder de stenen door. En kijk, hier zit eigenlijk een heel hol met allemaal rommel. Dat wordt allemaal eronder gesleept door die beestjes. Zit er ook een rat of niet? Nee, ik denk het niet. Nee, er zit geen rat. Het nieuws over rattenplagen in Almelo en Hengelo verbaast Schorfhaar niet. De rioleringen zijn waarschijnlijk niet overal op orde. Maar ook mensen gooien van alles buiten. Vogels voeren, open water, kippetjes in de tuin, dat soort dingen. Het is moeilijk om een rattenplaag te bestrijden. Je kunt zelf geen gif kopen. Wij mogen ook al nagenoeg geen gif meer gebruiken. Dat is echt het laatste redmiddel. Wij moeten ook werken met klemmen en preventief zorgen dat woningen, gebouwen dicht zijn. Op dit moment lijkt de rat verdwenen uit de tuin. De vraag is alleen voor hoe lang?